Quizje Ipgis. Ik ben Mary. En vandaag gaan we kijken naar de Heikenassi. Heikenassi! Ja, veel vraag naar vanuit de community. Willen jullie eens een keertje wat uitleggen over de Heikenassi candles? Ja. De Heikenassi candle, we kunnen hem vast even switchen om te laten zien hoe Ik zal even zeggen waar die überhaupt staat. Kijk, als je het training view staat, dat maakt eigenlijk niet uit. In elk programma zie je meestal ergens een kopje candles. Ja. En dan heb je verschillende candles allemaal. En je kan gebruiken wat je wil. Maar vandaag gaan we het even hebben over de Heikenassi. Ja, je ziet ook gelijk al een verschil in hoe die eruit ziet. De Heikenassi is wat makkelijker voor beginners. Heikenassi candles creëren iets meer rust. Het geeft een heel ander beeld. Het geeft meer overzicht. De bewegingen zijn veel vloeiender. Ja. Vaak voor daytraden, korte termijn traden, is het een stuk makkelijker om momentum te bepalen. Je kan zien welke kant de koers op beweegt. Het is gewoon een indicator die gewoon veel cleaner beeld geeft. Ja, eigenlijk. Veel vloeiender. Ja. Weet je wat het is? Je hebt ook die linecharts. Ja. Zie je ook wel eens bij die hele simpele apps. Daar kan je niet mee traden. Weet je, een lijn kan je niet traden. Ja, gewoon. Dit is een beetje een tussenmengsel erin. Tussen de candles en een lijn. Omdat hij toch als een lijn beweegt, maar er zit wel vorm van candles in. Nou ja, hij creëert echt rust. Want wat doet hij? Ik zal wel even een paar keer heen en weer switchen. Je ziet soms dat er ergens een rood candletje tussen staat. Dit is strak. Ja, en die reeks. Hij gaat daar proberen reeksen van te maken. Dus. Ja. Oké, ik zie nu een hele groene reeks. Maar er zit toch één rood candletje tussen. Weet je, het ziet er wat ongeordend uit. En Heikenassi die maakt daar gewoon reeksen van. Het voordeel daarvan is dat het... Vooral als jij op de kleine... Ik gebruik het zelf heel vaak voor daytraden als ik dat doe. In combinatie met een aantal indicatoren en wat prijsactie. Het creëert die hele mooie swings, weet je? Die hele nette golfbeweging. Dat candletje wat hier zat, die rode, die is nu groen. Omdat de Heikenassi candles, die ziet het als, oké, dit was zo'n klein rood candletje, is niet belangrijk. De flow is nog steeds groen, dus is die ook groen. Ja, dat is gewoon het voordeel. Een ander voordeel daarvan is dat je met dit systeem op zich wel swings heel makkelijk kan zien. Omdat er op een gegeven moment in het midden van de swings zie je altijd hele grote candles. En aan het eind of bij een top, bij een bodem, worden die candles altijd kleiner. En kan je momentum of kantelpunt een beetje gaan zoeken. Dat is ook een onderdeel waar de Heikenassi zich heel goed voor leent. Wat je niet moet doen met de Heikenassi, en ik vind dat echt een fout. Ik zie sommige mensen dat toch doen. Je moet geen TA... Ik gebruik het voor daytrading. En echt intraday acties. Grote swings kan je misschien ook wel mee plaatsen. Maar je moet niet TA gaan loslaten Want op Heikenassi. Wat wil je zien in je TA? Je wil clean, pats. Je wil levels hebben die helder zijn, die duidelijk zijn. En hier... is het door de golfbeweging niet zo duidelijk waar dat level nou precies ligt. Nee. Want als je dan die andere candles weer even switcht... Ja, ik ben aan het zoeken. Het is strak. Ja. Hier kan een lijn onder, pats, omdat die stopt ergens. Hij is gewoon strak. Ga je terug naar Heikenassi, dan zie je dat het float te veel om lekker strak levels op te tekenen. Op sommige plekjes doet hij toch een klein beetje van vervorming. En het levert niet het beeld wat je levels die moeten gewoon strak staan. Ja. En dat is gewoon met een Heikenassi candle is dat wat lastiger. Nee, dit is gewoon de Heikenassi. Gewoon een voor weet je wat het is? Ik zit altijd te twijfelen daartussen. Moet je het aan beginners aanraden? Want ik zeg altijd, spring in de diepe leer eerst hoe het echt hoort. Met candles en zo. En pak daarna die Heikenassi die keer bij als je echt wil gaan daytraden. Maar ga niet gelijk wennen aan die Heikenassi. Nee. Want ga je wennen aan de Heikenassi en ga je daarna overstap maken naar de candles... Ja, dan verdrink je. Je kan beter inderdaad eerst zorgen dat je alle candles, de gewone candles, onder de knie hebt. En dan kan je altijd zeggen, oké, ik ga eens kijken hoe dit in elkaar zit. Want dat is in onze optiek net iets makkelijker. De Heikenassi candles. Vond je dit weer een tof video? Druk sowieso even op de duim en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Druk je op het belletje, dat was niet zo'n goeie. Dan krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. Onderaan deze video vind je alle links terug naar Cryptocurrency Club Nederland, ons Discord kanaal, dopey.nl voor onze super toffe eigen designs wat betreft vlaggen en dergelijke. Alles staat onderaan deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie volgende keer. Later.